Nou, riet er alleen nog werkverkeer, maar als dit naar je stik dik bij wie je wat hiepen gaat, wordt het je vanzelfs volle drokker. En de vleene je vleermoezen. Dat is onderzocht met een ultrasounddetector, of op zijn Engels een beddetector. Op die manier hebben we de hele vleermoezenpopulatie hier langs de wei in kaart gebracht. En wat zien soorten van, met al je vliegroutes en verblijfplaatsen, verbloedplakken. En op die manier hebben we wat plakken van die door de wei skaat worden zoen. En daar hebben we maatregelen getroffen. Leerlingen van de Tjongerwerven op het Jereveen hadden ontwerpen maken van de vleermoezenhop over. Het lijkt wel een beetje een Halloween pompenblad, hè? Ja. Maar waar is het voor? Voor de vleermuizen. En dat ze er goed over kunnen vliegen. Want meestal, dan als vleermuizen geen landing zouden hebben, dan landen ze bovenop een vrachtwagen en dan kunnen ze misschien wel doodgaan. Daarom draait Eliane met help van orenleerlingen de laatste bouten van de hop over goed vast, want vleermuizen moeten behouden blijven. Ze zijn belangrijk voor loon- en tuinbouw. En Eliane weet nog wel een reden. Omdat ze steekvliegen, insecten, en zouden de plaag van insecten de steekvliegen uit. Zou er een plaag van krijgen, ja. Dassen en herten kunnen haast veilig oersteken over natuurbregen en troch tunnels, en nou vleermuizen nek. Maar het lijkt me niet op zich dat vleermuizen pijlen kunnen lezen, of wel? Volgens mij, als ze dat zien, dan denken ze wel, ik kan daar wel op landen. Nee, ze landen hier net en ze lezen ook geen woorden. Ze litten lood weerkeerts op objecten, in dit geval de hop over. Zo weten ze dat ze hier omheen maten. Vind je het mooi geworden? Ja, heel erg gelukt.